Technotex develops and manufactures ultralift round slings made with Dyneema yarns. And of course we knew that the ultralift round slings made with Dyneema yarns are extremely resistant against cotton abrasion. But our biggest advantage, of our biggest challenge, is to develop a core sling, and that in cooperation with DSM and with Corus. The experience learned us that a cooperation between these kinds of companies will always lead to the best possible solution for this lifting job. And we now developed a core sling with two parts, a round sling with a light duty sleeve, and over both legs a heavy duty sleeve. This offers to Corus a system, a concept, where you quite easily can replace a part of the round sling and not throwing away or discard the complete round sling. With the ultralift coil sling made with Dyneema, Technotex offers the best possible solution for a better health and safety situation, more durability and a lower cost per lift. Werk wat we voorheen deden, dat was nogal intensief en zwaar. De hijsmiddelen waren dusdanig van gewicht dat het nog wel een rugklacht opleverde. En toen zijn we erachter gekomen dat er dus ook van die kunststof slings gemaakt werden. Wat het werk dus aanmerkelijk lichter maakte. Sowieso vanwege het gewicht van de sling zelf ten opzichte van de stalen mat die we voorheen gebruikten. En dat was voor ons eigenlijk best wel een idee om daar toch mee door te gaan. En uiteindelijk is gebleken dat het dus eigenlijk een perfect stuk gereedschap is. Het is ergonomisch goed hanteerbaar en voor ons maakt het alleen maar makkelijker. Normaal gesproken met een stalen mat draai je zeg maar 300 rollen, 350 rollen. En met deze slings ga je dik over de 1000 heen. Dus dat is een aanmerkelijk verschil. En voorheen was dat nog wel eens afzien. Zeker als je dan twee rollen tegelijk elke keer aan moet spikken. Dat was voor de mensen eigenlijk een beetje best wel een behoorlijk zware taak. En dan eind van de wacht dan voelde zijn rug eigenlijk best wel. En dat hoop ik dat dat nu dus toch tot het verleden behoort. Corus goes to great length in providing a safe working environment for its employees. This contributes significantly because of the lighter weight. We're talking of a weight of around 100 kilos for the old steel braided wire sling, and the new round sling with Dyneema is about 12 to 15 kilos, so that's a significant improvement in handling weight, reducing the physical stress for our employees and safety and well-being of the people. The kind of injuries we are talking about in the past in using the old steel braided wire sling is mainly back injuries, and because of the reduced weight of the round sling with Dyneema, that will decrease significantly in the future, we hope. There are no little steel hooks on the braided wire anymore, so no more injuries to the hands. It's an absolute improvement which will hopefully lengthen the period of time that people can do this physically straining work. As a safety officer, I would recommend absolutely to replace the old steel braided wire sling with the round sling with Dyneema. It's an absolute improvement for the well-being and health of your employees. Toen de eerste contacten ontstonden en ze dus aangaven wat mogelijk was met de 20 ton slings, was dat eigenlijk precies op het juiste moment. Er waren heel veel klachten over de zwaarste hijsmiddelen die we hadden, die met de hand door de rollen heen geworpen moesten worden. Heel veel mensen die konden dat gewoon niet omdat ze daar de kracht niet meer voor hadden of de kracht niet hadden. En bij mensen die dat wel deden, gaf het heel veel problemen in hun bewegingsmechanisme. Dus heel veel ziekte door het gebruik van dat hijsmiddel. En ja, daar zag ik de grootste kans in eerste instantie liggen. Heel veel klanten zijn kritisch op haspelgat en op kantschade.
En de Dyneema-strop die veroorzaakt heel weinig schade aan de rol, dus uiteindelijk weinig afkeur bij de klant. Als je uiteindelijk alles bij elkaar op zult tellen, kosten voor de mens, de laadsnelheid, oftewel de productiviteit, en de kosten voor je materialen, dan ben ik ervan overtuigd dat bij de huidige ontwikkeling, en deze strop zich nog doorontwikkelt, je uiteindelijk per lift goedkoper uit zult zijn met deze strop.